tegen Kerstmis. Hij zocht in de stad of iemand voor hem soms een kamer nog had. Maar waar hij ook kwam, even keek men hem aan, dan schudde men nee en kon die weer gaan. Hij was maar een neger, zo'n zwarte. Zoiets haal je niet in je huis, omdat je het noodlot dan tartte, want die zwarte zijn immers niet pluis. Hij zag door de ramen de kerstbomen staan, met glinsterende bellen en lichtjes eraan. Hij hoorde gezang, o zo vroom en devoot, terwijl men voor hem alle deuren goed sloot. In het kerkje dat noodde, daar knielde hij neer, bij het ruw houten kribje van ons lieve Heer. Toen vroeg hij zich af of dat kindje zo klein alleen maar voor blanken geboren zou zijn. Niet uit Zeemoor? Is geweest? Ja. Ja, dat staat op de. En dan hebben we deze nog. Die is ook heel bijzonder. Als in de kerstnacht de klokken luiden, voelt menig zwerver een gemis. Hij huivert bij die feestgeluiden, omdat hij dan zo eenzaam is. Ja, in de kerstnacht, die nacht der nachten, denkt hij aan dagen van weleer. En knielt zo'n zwerver in gedachten, dan schreeuwend bij een kribje neer. Zwerver, waar ga jij op kerstavond heen? Word je dan nergens verwacht? Ben je dan met je gedachten alleen? Net als in iedere nacht. Als in de kerstnacht de klokken luiden, voelt menig zwerverig gemis. Hij huivert bij die feestgeluiden, omdat hij dan zo eenzaam is. Ja, in die kerstnacht, die nacht der nachten, denkt hij aan dagen van weer. En knielt zo'n zwerver in gedachten, dan schreiend bij een kribje neer. Zwerver, je moet niet zo moedeloos zijn. Hoor hoe het dorpsklokje luidt. Het klingelt zo rein dat het vrede zal zijn. Weet je niet wat dat beduidt? Ja, in die kerstnacht, de nacht der nachten, denkt hij aan dagen van weleer. En knielt zo'n zwerver in gedachten, dan schreeuwt bij een kribje niet. Wat mij dus heel erg aan kerst tegenstaat, als ik dat nog even mag zeggen, is het feit dat mensen het idee hebben dat ze dan ineens aardig moeten zijn voor andere mensen, dat ze geld in moeten gaan zamelen voor goede doelen, of dat sommige mensen extra eenzaam zijn. Ik denk dat je dat elke dag moet doen. Dat iedereen die eenzaam is, dat niet per se met kerst nog eens extra is. Ja, toch? Ik erger me daar heel erg aan, want er zijn ook heel veel ouderen die zijn altijd alleen. En met kerst, door die hele opgeklopte sfeer die we met z'n allen opbouwen en zo. Daarnaast zijn er heel veel goede doelen waar je gewoon met z'n allen, zeker in de tijd met al die vluchtelingen en zo, wel eens bij stil kan staan, maar niet per se met kerstmis. En de rest van het jaar gaan lopen schelden of zo. Dat wou ik nog even zeggen, want al die zogenaamde vrije kerstboodschappen, die komen mij betrekken wel ook bij strop uit. Ja. Wat is dat met die kerstkaarten? Ik ben gestopt met kerstkaartjes sturen, want op een gegeven moment waren wij een jaar, nou toen was het er niet van gekomen. En ik krijg het jaar daarna minder kerstkaarten. Je hebt zo'n zwarte lijst. En als jij je niet gestuurd hebt, dan krijg je het jaar daarna geen kaart terug. Nee. Dus dat heeft niks met kerstgedachten te maken. Ja, ik trek me daar niks van aan hoor. Ik blijf gewoon ijzerreinig kaarten sturen. Of ik dat leuk vind of niet. Nee, dat maakt me echt niet uit. Mensen krijgen van mij een kerstkaart. Ja. En niet per e-mail of zo, maar gewoon één met een e-mail. Ja, maak je er dan weer een kopie van af, hè? Ja, echt geen moeite gedaan. Goed. Maar goed.